hebben 500 abonnees gehaald. Yay. Boom! Dan sta je opeens in de keuken. En waarom? Nou, ik had op mijn Instagram en op mijn YouTube achtergelaten dat ik een video ging doen voor de 500 abonnees special. Waarbij jullie dingen konden achterlaten die ik in de blender moest doen. En dat ik dat dan eigenlijk moet gaan opdrinken. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. Ik heb een paar dingen uitgekozen die jullie achter hebben gelaten. En dat ga ik gewoon in de blender doen met wat water. En dat ga ik gewoon opdrinken. En hopen dat ik niet hoef te kotsen, want er zitten best wel vieze dingen tussen. Maar ik hoop dat het super tof wordt. Let's go! Ik heb hier naast mij de heilige blender. Maar ik ga dus in de blender allemaal shit gooien die jullie hebben achtergelaten. Let's do this. Het eerste wat ik erin moet doen is sowieso een glas water, want anders kan ik het ook gewoon niet gaan opdrinken. Dus dat is eigenlijk best wel logisch. Hoppa. Oh nee. De helft is ernaast gelopen. Oké, ik kan... Oh, dit gaat nu al fout. Dit gaat letterlijk nu al fout. Hoe kan dit nu al fout gaan? Echt, ik weet niet waarom. Heel vaag, het gaat nu al fout. Ik weet niet wat ik allemaal zit te lullen, bla bla bla. Oké, schoonmaken snel. Oké, beter loopt er nu dit keer niet naast. Oké, yes, het loopt er niet naast. Mooi. Oké, nu gaat het erger gebeuren, want nu moeten we er dingen in doen die jullie hebben achtergelaten. En daar zitten pittig wat nare dingen in. Op naar de eerste. Pindakaas, yippie, we moeten er pindakaas in doen. Yay. Dit is echt naar, man. Oké, even kijken hoor. Lekker man. Mayonaise en curry. Yay, lekker man. Oh, dat ziet er zo naar uit, man. Oké, wacht, dit moet ik jullie laten zien. Dit moet ik jullie echt laten zien. En wacht, ik doe eerst de mayonaise erin. Maar dit ziet er echt zo naar uit. Wacht. Oh, jongen. Oh, dit ziet er echt heel vies uit. Let op dit. Bruh, check dat, man. Ik wil kaas. Ik wil ook kaas, maar liever niet in mijn drinken. Oh, jongen, waarom laten jullie allemaal van die dingen achter dat gewoon totaal niet met elkaar lekker is? Oké. Oh, lekker, man. Zo, echt heerlijk. Heerlijk. Dit is iets wat ik heerlijk vind om op te smikkelen. Zure matten. Maar het is denk ik niet zo lekker in mijn drinken, maar boeien, we hebben gewoon de 500. We zijn nog al ruim overheen inmiddels. 500 abonnees, jongens. Ik ga dit gewoon... Boeien, echt helemaal niks meer. Ik ga gewoon... Dat er ook gewoon lekker in doen, want we hebben gewoon de 500. Oké, ik ben echt zo iemand die nu zegt van... Ja, we hebben de 500 abonnees en zo en ik doe gewoon alles in wat jullie hebben achtergelaten. Dit, dat en zo. En als ik het zit op te drinken, dan vind ik het super vies, moet ik overgeven. En denk ik van waarom heb ik dit gedaan? Maar zo ben ik nou eenmaal, het zal wel. We gaan gewoon verder. Ook nog even een beetje popcorn erbij. Zo, waarom blijft dat drijven? Ga niet drijven. Ga niet drijven. Dit is iets waar ik erge trauma's aan heb. En eigenlijk wil ik het ook helemaal niet erin doen. Maar ik ga het gewoon doen. Want we hebben gewoon de 500 abonnees. Ik blijf het de hele tijd zeggen. Maar het is gewoon perfect. Ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren toen ik met YouTube begon. Maar ik heb erge trauma's aan dit. En ik hou totaal niet van dit voedsel. Maar omdat jullie het zeggen. Ga ik het toch maar gewoon doen. Jullie kunnen denk ik al wel raden wat het is. Het is namelijk banaan. Daar heb ik niet echt fijne herinneringen aan overgehouden. Maar omdat jullie het willen, gewoon even een stukje banaan erin. Eerst moet ik deze schil eraf zien te krijgen, want daar ben ik altijd heel erg goed in. Eigenlijk niet. A few moments later. Even een mesje bij. Ik ben echt sowieso deze chefkok.
wedden dat zometeen alle McDonald's in heel Nederland en alle andere pretenten gewoon deze shit ook gewoon willen hebben, hoor. Want dit gaat sowieso echt, echt heel lekker smaken. Let maar op. Oké, hoppa. 1. Oké, 3 stukjes erbij. Nog 2 stukjes. Heerlijk. Dat wordt echt heerlijk smikkelen. Why the fuck you lying? En als kerst op de taart gooi ik er nog even peper in. En daarna gaan we gewoon lekker blenderen. Blenderen? Is blenderen een woord? Laat in de reacties weten of blenderen een woord is. Want anders zit ik nu wel echt heel erg fout. Ik heb geen flauw idee of het een woord is. Maar daarna gaan we gewoon lekker blenderen. Zo. Zo. Zo, dit is wel genoeg. Oké. Oké, mensen, we gaan het doen. Ik ga het jullie laten zien hoe het er nu uitziet. Het ziet er nu zo uit. Heerlijk. Je ziet hier onder al die shit nog liggen. En die popcorn hier zo aan de bovenkant. Oké. We gaan het blenderen. En ik hoop dat het goed smaakt. Ja, je weet maar nooit. Misschien smaakt het wel kapot lekker. En dan heb ik gewoon echt een nieuw recept en zo van. Ik ga het recept dan gewoon het Hier is William 500 abonnees special recept noemen. Echt een fantastische naam. Vind ik zelf tenminste. Maar we gaan gewoon nu lekker blenderen. En we gaan kijken hoe het gaat smaken. Oké, mensen. Laat het blenderen beginnen. Oké, ik weet niet hoe je dit ding erop moet douwen. Oké, ik ga het proberen. Hopelijk gaat het ons lukken. Ja, oké, mooi. Bam, oh. Bam, zo, hij klikt. En als het goed is, moet je nu gewoon aan het ding draaien en dan gaat hij blenderen. Are you ready? Ja, ik ook. Dat het nu maar tijd is om het op te gaan drinken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat smaken. Ik hoop dat het een beetje te drinken is, anders ben ik zwaar de lul. En als jullie dan denken van, hey William, waarom komt er zaterdag geen video online? Dat komt dan omdat ik dan waarschijnlijk ziek ben. Omdat ik dit ga drinken. Maar het zal wel, ik ga niet ziek worden, want ik heb gewoon die 500 abonnees power. Dus dit gaat gewoon mij lukken. Let maar op, we gaan het drinken. Ik ben zo benieuwd, jongens, hoe dit gaat smaken. Kloten, moet ik eerst het ding eraf draaien? Hoe dan? Oh, jongen. Oké, mooi. Oh, jongen. Dat meurt. Oh, jongen, ik weet niet of ik dit moet doen, man. Ik weet niet of ik dit moet doen. Ik weet niet of ik dit moet gaan doen. Dit is gewoon. Soms heb je van die moeilijke momenten in je leven en daar is dit eentje van. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon opdrinken. Voor jullie doe ik dit. Oké, let's do this. Kijk eens hoe dit er sowieso al uitziet. Dat is serieus echt niet goed. Maar oké, we gaan het doen. We gaan het doen. Oh, dit stinkt zo erg. Dit stinkt zo verschrikkelijk erg. Oké. Dit is de Hier is William 500 abonnees special. Ik doe dit voor jullie mensen. Als ik het niet overleef, dan overleef ik het niet en dat is gewoon kloten. Maar als ik het wel overleef, dan ben ik heel blij dat ik het heb gedaan voor jullie kijkers. Want dit is allemaal voor jullie. Dit is voor de 500 abonnees. 3, 2, 1, een half, een kwart, 1 achtste. 1/16e. Nee. Ik ga het gewoon doen. 3, 2, 1. Komt-ie. Later. Oh, dit is echt de slechtste combinatie die er is. Neem dit never nooit. Dit is echt walgelijk. Dit is echt vies. Toen ik het eerste slokje nam, dacht ik, oh, het is wel vies, maar ik ga gewoon doordrinken, want het zal vast wel meevallen. Ja hoor.
En toen opeens, ik voelde me niet meer goed worden, jongen. Ik dacht van, zal ik nog verder drinken, zal ik niet verder drinken, maar ga dit alsjeblieft. Wacht. Oh man. Ga dit alsjeblieft niet nadoen, want het is echt vies. Ik meen het. Toch wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie deze video tof vonden, geef deze video dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Klik ook zeker op die abonneerknop als jullie meer van mij willen zien. En dan zie ik jullie zaterdag bij een nieuwe video. In ieder geval, ik hoop het, want dit is echt niet goed. Ik voel me serieus echt niet lekker en dit meen ik serieus. Ik vond het echt vies, vooral de pindakaas die erin zat. Jeuk, echt de slechtste combinatie die er is. Kijk hoe het eruit zag. Heerlijk man, eigenlijk niet. Het is echt gewoon vies. Ik heb deze video gemaakt voor jullie kijkers, omdat ik jullie gewoon heel erg wil bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. Dat jullie me elke keer weer supporten, elke keer weer super toffe comments plaatsen en dat ik gewoon eigenlijk al een groot gedeelte van mijn droom heb bereikt. Dat ik al gewoon mensen heb die echt gewoon mij als hun voorbeeld zien en gewoon mensen die mijn video's tof vinden en grappig vinden en mensen die gaan lachen om mijn video's. Ik vind het gewoon fijn om mensen aan het lachen te krijgen en dat vind ik ook gewoon echt leuk om te doen. Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie gewoon zaterdag bij een nieuwe video. Later!